Welkom bij Rechtstreeks uit de Raad. Het is nu dinsdagmiddag 28 januari. 3,5 maand geleden, op 15 oktober, werd in de gemeenteraad besloten dat de parkeergarage in het Kromhout er niet zou komen. En dat was een domper voor het college, want ze wilden graag parkeergelegenheid realiseren aan de oostkant van de stad. Om gewoon bezoekers goed in de binnenstad te kunnen laten komen. Bijvoorbeeld voor het museum, bijvoorbeeld voor de nieuwe movies en winkelend publiek. Het bestuur is op zoek gegaan naar alternatieven. En dat was ook de opdracht die de raad had meegegeven. En een van die alternatieven is precies hier gesitueerd, op het Stek. Hier zou een tijdelijke parkeervoorziening moeten komen met ongeveer 120 parkeerplaatsen. En daarvoor is het nodig dat hier alle gebouwen achter mij worden gesloopt tot helemaal aan de steeg oversloot. En dat er zo de ruimte komt voor die 120 plaatsen. Het is de bedoeling dat als we achter ons kijken, dat dat op het maaiveld gebeurt. Dus er is geen sprake van een parkeergarage. En het gaat ook om een tijdelijke parkeervoorziening. In de toekomst zou het mogelijk moeten zijn om misschien hier wel woningen te realiseren. Met daarbij ook weer een parkeergarage. Maar dat is nu nog niet aan de orde. Een en ander wordt ingericht als een parkeerterrein. Mooi omzoomd met wat beplanting is de bedoeling. Zodat de buurtbewoners niet op een parkeerplaats uitkijken. En daar zijn natuurlijk de nodige kosten mee gemoeid. Die panden moeten worden gesloopt. Dat wordt geraamd op ongeveer €500.000. Dan moet de parkeerterrein zelf worden ingericht. €300.000 is daarvoor begroot. En dan gaan ze ondertussen ook nog door met het maken van plannen wat er mogelijkerwijs op dit terrein in de toekomst gaat gebeuren. Ik ben heel benieuwd hoe de raad tegen dit plan aankijkt. Ik ben ook heel benieuwd hoe omwonenden tegen dit plan aankijken. Maar dat zullen we vanavond zien in het stadhuis. Het in 2013 uitgevoerde parkeerbehoefteonderzoek laat zien dat de parkeerdruk in het oostelijk deel van het centrum aanmerkelijk is en in de toekomst naar verwachting verder toeneemt. Zo staat in het stuk. Realiseren van een parkeergarage voor 200 parkeerplaatsen tegenover 120 parkeerplaatsen op Maaiveld is voor onze fractie een simpele keuze. Fraai aankleden met bomen en rekening houden met de wensen van de bewoners in deze kinderrijke buurt. We kunnen wel blijven slopen. Het is niet aangetoond dat er een parkeerbehoefte is. Er is wel aangetoond, als er parkeerbehoefte is, kunnen we dat in die gebouwen ook onderbrengen, 75 parkeerplaatsen. Daar kunnen we dan in het begin nog wel eens even naar kijken. En om eigenlijk een lang verhaal kort te maken, voorzitter, wij willen gewoon een onderzoek, dat de gemeente een onderzoek doet naar de mogelijkheden om die bebouwing goed te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor nieuwe vestigingen, hoe dan ook, en wat de financiële kosten daarvan zijn. Als dat plan dan doorgaat, misschien moeten we dan die bebouwing gebruiken of de muren als omheining, lage verlichting en iets doen om te voorkomen dat daar volop wordt gevoetbald. Op zich kunnen we ons goed voorstellen dat je deze keuze maakt. Dat je een tijdelijke parkeerplaats inricht op dit stuk. Zeker gezien de museumstraat enzovoorts. Maar we vinden het wel een heel snel voorstel en we vragen ons af wat nodig is om daar nu zo snel en zo in zo'n hard tempo mee verder te gaan. Want en daarmee onderschrijf ik wat de heer Nederlof heeft gezegd. Het komt mij niet voor alsof er nu een acuut probleem is. Ik denk wel dat je daar binnen afzienbare termijn iets aan moet doen. Wij vinden dat in de manier waarop we naar de stad kijken en waarbij we heel erg ook bezig zijn om gebruik te maken van de initiatieven van de stad, dat je dat verhaal van de klovenier wel serieus moet nemen. Het CDA is zoals gezegd altijd voorstander geweest van een parkeervoorziening dicht tegen de oostkant van de binnenstad aan en daar voldoet deze locatie aan. De Partij van de Arbeid onderkent het gebrek aan parkeerplaatsen in het oostelijk deel van de binnenstad. Zeker in combinatie met activiteiten als de movies, het Dordrechts Museum, Kunstmin, Voorstraat Noord en ook in de toekomst natuurlijk het Hof. Maar zeker ook voor bewoners is het fijn als de parkeerruimte hier tijdelijk wordt uitgebreid. Omdat wij veel signalen hebben gekregen van bewoners die
zeker in de avonduren, maar met grote moeite een parkeerplek kunnen vinden. Als het over parkeren gaat, dan zeggen wij nou het enige belangrijke punt is mogelijk, nou zet ik ook nog tussen haakjes, het belangenparkeren voor de mensen die daar wonen. Maar we zouden op alle manieren willen voorkomen dat die plek daar een plek wordt van mensen die in de binnenstad willen vertoeven, een auto neer gaan zetten. Er is de wijk niet geschikt voor, dat moet je niet willen. Meneer Mos, voor- en tegenstanders in de raad, maar er lijkt toch duidelijk een grote meerderheid te zijn om deze tijdelijke parkeervoorziening bij de Steeg Oversloot door te laten gaan. Hoe zit het met de financiering van dit project? Het gaat in totaal om 800.000 euro. Hoe wordt dat gedekt? Ja, voor ongeveer 2/3 eigenlijk uit het grondbedrijf. Het pand en het Doelensteincomplex en de gronden zijn nu bezit van het grondbedrijf. Nou, daar zou, als je wat zou bouwen, altijd al gesloopt en gesaneerd moeten worden. Een deel van die kosten boeken we daarop. En de andere derde moet uit de parkeerinkomsten komen. Want de aanleg van het terrein, als daar een parkeermeter staat, zal ook inkomsten genereren. Dus dat moet daaruit terugverdiend worden. Ja, het gaat om het slopen van een aantal panden en dan vervolgens saneren van de grond. Wat voor risico's zijn er mogelijkerwijs in de planning? Want u wil vrij snel opleveren, heb ik begrepen. Natuurlijk altijd moet er een vergunning worden aangevraagd. En in de bodem kan je altijd iets tegenkomen wat je vooraf niet verwacht. Het slopen zelf kost natuurlijk enige tijd, het moet worden aanbesteed. Vandaar dat ik ook net heb gezegd, als de raad nu een besluit neemt, volgende week, zijn we 15 maanden verder, eerder de eerste auto daar gewoon op straatniveau geparkeerd kan staan. Dus wat mij betreft nog steeds alle reden om wel daar waar het kan tempo te maken. Bosma, uw vereniging De Klovenier heeft een plan ingediend als alternatief op de plek waar nu een parkeervoorziening zou moeten komen. U wil de bestaande bebouwing behouden. Uw vereniging, wat is dat voor een vereniging? Wij zijn een vereniging voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Dat wil zeggen, het is een groep mensen die gezamenlijk willen nadenken over het ontwikkelen van hun eigen woningen. En die groep mensen die heeft als extra aandachtspunt daarbij dat er leegstaande panden zijn waar je dat in kunt realiseren. Zodat je het mes aan twee kanten snijdt. Je hebt zowel het wonen, het gezamenlijke van het wonen en het voordeel van het gezamenlijk ontwikkelen. Als het behouden van goede casco's die er in Dordrecht staan. Ja, die gebouwen die nu op die plek staan, die beoordeelt u als zeer kansrijk om die te herbestemmen tot woongebouwen? Jazeker, we zijn daar een aantal malen wezen kijken. Met bouwtechnici, met een architect, met iemand die heel veel ervaring heeft met CPO, met collectief particulier opdrachtgeverschap. Dus met het ontwikkelen van projecten waar mensen niet alleen maar hun woningen willen, maar ook een aantal dingen gezamenlijk willen doen. En allemaal zijn ze heel enthousiast juist over de geschiktheid van deze locatie. De ruimtes die zijn dusdanig dat je daar zonder al te veel aanpassingen zo woningen in zou kunnen realiseren. Er zit al een aantal gemeenschappelijke ruimte in de locatie. Er is een gezamenlijke een binnentuin op dit moment al. Er zijn plekken waar je een dakterras zou kunnen maken. Het Hoogheemraadschap heeft al laten weten dat het een locatie is waar ze heel graag iets willen met waterscheiding. En daarover meedenken hoe je dat kunt verbeteren, want daar is erg behoefte aan in de binnenstad van Dordrecht. Kortom, verschillende deskundigen bevestigen dat het een geschikte locatie is. Ja, zijn er ook al concrete mensen die daar dan zouden willen gaan wonen? Ja, en nog wekelijks melden zich mensen aan die ook mee willen doen. Dus op dit moment zijn we met een groep van 15 eenheden, zal ik maar zeggen. Dat zijn soms stellen, soms singles. Die daar graag zouden willen gaan wonen. Ja. Inderdaad liepen de meningen over wel of geen tijdelijke parkeervoorziening uiteen. Voorstanders en tegenstanders. Beter Verdord is duidelijk voor een parkeervoorziening. Sterker nog, niet tijdelijk, maar eigenlijk permanent.
Nou, omdat wij denken dat dus de 120 parkeerplekken die nu gerealiseerd kunnen worden, niet wegen tegen een parkeergarage dadelijk eens of ooit te bouwen, wat vroeger het plan was, waar 200 auto's kunnen. Praat je over 80 auto's, dan ga je toch geen heel parkeergarage voor. Ondergronds was nog het plan. Nou, dat moet je niet bedenken bij al die oude panden dus in de binnenstad. Dus wij denken dat dit zomaar kan zijn, dat het de tijdelijkheid eraf kan en dat het dan gewoon blijft zoals het dan gemaakt wordt. Ja, er was een suggestie om door een groep collectieve particuliere opdrachtgevers om er een woonbestemming te geven aan de bebouwing die er nu staat. Wat vindt u van zo'n plan? Maar dat heb ik ook net verteld, dat wij daar heel sympathiek tegenover staan. We hebben ook ons toen erg warm gemaakt voor hun plannen op de oude LTS-locatie op de Reeweg. Maar daar kwam toen een andere partij om de hoek. En maar die is intussen afgehaakt, daarom zeggen wij, ga dan daar praten. Wij hebben eigenlijk in 2009, heeft dus de gemeenteraad al besloten, dat hier een parkeervoorziening zou komen. Nou, en nogmaals, wij gaan liever voor de parkeren op Maaiveld dan een parkeergarage. Dus voorlopig is er gesproken over 10 jaar tijdelijk. Nou, dan kunnen we het alles weer bijschakelen als we over een paar jaar weten hoe ook de garage, de parkeergarage bij de nieuwe bioscoop geëxploiteerd is en operationeel is. En dan kunnen we kijken hoe is die parkeerbehoefte in het oostendeel van Dordrecht, hoe is het dan? Verenigde Seniorenpartij is stellig tegen eigenlijk deze parkeervoorziening. Ja, het is net gezegd dat er in 2009 besloten is om daar een parkeervoorziening te maken. 2009 en 2014, er zit 5 jaar tussen. Er is niet aangetoond dat de parkeerbehoefte is toegenomen. Dat hebben we ook gezien met Kromhout, anders hadden we daar natuurlijk noodzakelijk wel een parkeergarage gebouwd. Het verkeer in de binnenstad willen wij gewoon zoveel mogelijk beperken. En een particulier ondernemingschap om te zeggen, we willen daar binnenstedelijk gaan bouwen. Zeker voor ouderen en eventueel starters. Dat klinkt ons als muziek in de oren. En we zouden dat graag onderzoeken. Want uiteindelijk, als deze parkeerplaats er komt, moet er eerst weer een gebouw gesloopt worden. Moet er ook 8 ton op tafel komen. En wat je sloopt, is weg. En ik heb begrepen dat het casco zo goed is dat we best wat anders kunnen doen dan daar auto's vrij neerzetten op een parkeerplaats. Want ze hebben ook gezegd, we kunnen daar 75 parkeerplaatsen maken onder het gebouw zelf. Dus ik vind dat het onderzoek is best waard. Nu wordt er ook gezegd, als er een parkeergarage komt bij de bioscoop, gaan we later eens even kijken of die behoefte er nog is. Nou, die parkeergarage bioscoop, dat duurt ook nog wel een jaar voor die er is. Dus we hebben zat tijd om te onderzoeken of we iets anders daar kunnen gaan ontwikkelen dan parkeerplaatsen. Wij zijn er voorlopig nog tegen. Slot, er was even een alternatief, dat is er misschien nog wel steeds. Namelijk dat een vereniging van collectief opdrachtgevers eigenlijk de bestaande bebouwing zou willen bewaren en daarin wilde wonen. Dat plan, dat zegt u, dat ziet u niet zitten? Nee, omdat het nog niet heel in die zin concreet is uitgewerkt met een helemaal rondgerekend verhaal. En wij als gemeente de keuze hebben gemaakt om op dit gedeelte een parkeervoorziening toe te voegen. En andere panden, zoals leegstaande voormalig gemeentearchieven aan het STEK, maar ook de scholen aan de Reeweg Oost, om die bijvoorbeeld daar wel voor aan te bieden. Maar er geldt nog steeds dat er ook nog een verkoopprijs overeengekomen moet worden. Maar nu is het zo dat de raad zeer waarschijnlijk toch voor gaat stemmen voor die parkeervoorziening en dat dus de panden gesloopt gaan worden. U bent, neem ik aan, daarover teleurgesteld? Absoluut. Ja, dat vinden we heel jammer. Het is duidelijk dat de raad zal instemmen met het realiseren van een tijdelijke parkeervoorziening in de buurt van de Steeg Oversloot. En daarmee de behoefte aan parkeerplaatsen aan de oostelijke kant van de stad proberen op te lossen. Of de behoefte in de toekomst nog groter wordt of alleen maar kleiner zal worden, dat is koffiedik kijken. Dat weet op dit moment nog helemaal niemand. Maar daar zal in de toekomst voortdurend de vinger aan de pols worden gehouden door middel van onderzoek. En misschien kan er in dat onderzoek dan ook een keer worden opgenomen om parkeergelegenheid in de stad als geheel op een duurzame manier op te lossen. Want het lijkt nu wel dat steeds tijdelijke oplossingen worden gezocht. En wie weet is er wel een hele andere kijk op parkeren in de stad mogelijk. Wij blijven het in ieder geval volgen in Rechtstreeks uit de Raad. Dit was het voor dit keer. Tot de volgende week.